Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie hier zijn. In het oude stadhuis van Den Haag. En volgens mij is dit ook, hoop ik het goed zeg, de trouwzaal. Dit is de trouwzaal. Ik voel me een beetje een trouwambtenaar, maar nu een helder vereering. Hè? Dat maak je niet je hele leven mee, maar een enkele keer. En namens de KNRD mag ik iets heel moois doen. Ik vind het heel eervol, dank u wel. Ik hoop dat u straks ook nog wat wilt zeggen over het werk van meester Raymond van Maurik en Oscar Nijst. En jullie families. Jullie redding van twee jonge toeristen uit het water bij de Scheveningse pier is een verhaal, ik heb het gelezen om de rillingen op je rug te krijgen, is een verhaal van opmerkelijk toeval, geluk en daadkracht. Raymond, je was op 12 september vorig jaar op het strand voor een training in het kader van het EK Life Saving. Die training werd gefilmd door Edward van Kuijnenborg. Ooit van gehoord? Ja. Hij staat daar. Ja. Bekend van waar natuurlijk. Tijdens het filmen zijn twee jongens iets verderop aan het einde van een golfbreker te water gegaan. Inmiddels weet ik wat het is. Nu het burgemeester van Scheveningen. Ze zijn niet bedacht op de stroming en kunnen bovendien niet goed zwemmen, vertelden ze later, begrijp ik. In reactie op hun hulpgeroep kom jij als ervaren redder en voormalig directeur van de reddingsbrigade in actie. Van Kuijnenborg blijft van afstand filmen en ziet jou, Oscar, de enige surfer op het water die middag op je boord te hulp schieten. De jongens klampen zich met moeite aan het boord, maar dreigen dat niet vol te houden, terwijl jij, Oscar, hen uit de stroming bij de golfbreker probeert te halen. Als Raymond het drietal bereikt, slagen jullie er samen in de jongens ongedeerd aan land te brengen. Ze krijgen het advies zich voortaan niet dieper dan tot hun zwembroek in zee te begeven en al zeker niet bij een golfbreker. Spraken ze Nederlands dan? Hoe leg je dat dan uit? Nou, gebrek Engels en... En zo wijzen naar de... Proberen en niet meer doen. Ja. En ook zo. Dat is een beetje wereldtaal, hè? Ja. Ja. Voor de film zijn er nu niet alleen beelden van een training, maar ook van een echte en ik denk spontane redding. Training en opname worden voortgezet alsof er niets is gebeurd, maar zo gaat het. Oscar peddelt weer naar buiten voor een volgende goede golf om op te surfen. Daar hebben ze bij kunnen blijven als filmer Edward van Kuijnenborg deze opmerkelijke redding niet had aangemeld bij de reddingsmaatschappij. Dat geeft mij de gelegenheid om nog eens het belang van voorlichting over de gevaren van het zwemmen in zee onder de aandacht te brengen. Maar het biedt me vooral de kans namens de club, namens de reddingsmaatschappij, om twee daadkrachtige redders de bronzen medaille van de reddingsmaatschappij uit te reiken. Van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat jullie dit zien als aanmoediging om het vooral te blijven zien, doen. En dat jullie het ook zien, want zo zal het gaan, dat jullie ook een voorbeeld zijn voor anderen. Want het is niet vanzelfsprekend dat je dit soort dingen doet. Echt geweldig. Ik ben trots op jullie. Hartelijk gefeliciteerd en zeer verdiend, hè? Laat ik het zo even zeggen. Voor mij een netje aangeleden. Ja. En dan denk ik, het handig is. Dan doen we zo ook nog wel even met z'n drieën, maar zitten we even een beetje zo. Ja. Ja, oké. Okay. En zo. Ja, zeer verdiend, alsjeblieft. Ook even zo. Nog zo even met z'n drieën en misschien met de hele familie ook. Dankjewel. Zullen we nu even met z'n drieën? Ja, geduisterd. Ja. Ja. Ja, boven. En toevallig werd er dan in de zee ingelopen.
shirt uit en ook als oudere lekker met sporten.